Het is iets aan de gladde kant. Maar het is hem al. De balans van een e-tron RS GT is beter dan de balans van een Audi R8. Dames en heren, jongens en meiden. Hele goede morgen. We zijn op pad met de Audi e-tron RS GT. En weet je waarom? Hij is inmiddels alweer een jaar op de markt. We gingen al een keertje op pad met de Taycan Turbo S. Niet helemaal de turbo natuurlijk, want een elektrische auto komt niet met turbo's. Maar ik dacht, weet je, een heel mooi moment om een keer te ervaren hoe is het nou om op pad te gaan met de broer van de Taycan Turbo S. Voordat we verder gaan met rijden wil ik jullie nog heel even een paar gave dingen van deze Audi e-tron RS GT laten zien. Dus dat gaan we lekker doen. Want als we namelijk heel even om deze auto heen lopen, los van het feit dat Audi Sport Amsterdam een paar hele gave wielen heeft gemonteerd. Ik vind het super vet. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Zien we al aan de remklauw dat het iets anders is dan normaal. Dit is namelijk Audi Carbide. En Carbide is namelijk een soort staal wat harder is dan normale staalremmen. En dus een beetje zit tussen staal en keramisch in. Het is een uniek en het komt ook best wel overeen met het carbide schieten, het poedervorm. Maar dat wordt dus gebruikt voor de nieuwe remmen van de Audi RS e-tron GT. Dit zijn de standaard remmen, uiteraard de optie voor keramisch. Maar verder, ja jongens, laat even weten wat we hiervan vinden. Ik persoonlijk, zoals jullie weten, ben geen groot fan van elektrische auto's. Ik probeer het nog zoveel mogelijk bij brandstof, benzine, verzinnen te houden. Maar dit is toch wel heel erg gaaf, zeker van achter jongens. Kijk even naar die diffuser. Ik persoonlijk ben meer fan van de RS e-tron GT ten opzichte van de Taycan. Ik vind de Taycan net even te futuristisch. Maar kijk even naar deze diffuser. Super dik, ook verkrijgbaar in het carbon. Ditmaal niet op de auto. Maar super dik, die hele ledstrip. Wanneer je de auto aanzet, die helemaal oplicht en je een soort van lichtshow krijgt. En dat dan met deze wielen afgemaakt. Super dik vind ik persoonlijk. Alright. Het is tijd om een klein stukje te gaan sturen. En wat grappig is, meteen om te beginnen, we hebben natuurlijk verschillende rijmodi bij Audi. Nou, die kennen we allemaal. We hebben in ditmaal efficiënt, we hebben comfort en we hebben natuurlijk dynamic. Dynamic is een sportieve stand van Audi. En dat is de enige setting in deze auto waar je hem voelt schakelen. In comfort rijdt hij namelijk weg in zijn tweede versnelling. Leuk feitje. Maar waarop ik hem in dynamic zet, ik zal het heel even demonstreren via drive select. Dynamic, oh, we hebben efficiënt comfort, dynamic en individual. Ik hoop dat je het kon horen, maar je hoort hem dus meteen dat we nu 15 km uur rijden terugschakelen naar zijn eerste versnelling. Want namelijk, zijn eerste versnelling gebruikt hij tot om en nabij. Het is echt niet normaal zo hard als dat het gaat, hobbeltje. Met 80 km per uur gebruikt hij dus inderdaad zijn eerste versnelling. En in comfort rijdt hij dus weg in zijn tweede versnelling. En voel je hem dus helemaal niet schakelen. En ondanks dat voor veel mensen natuurlijk elektrisch rijden erg saai klinkt, is dit alles behalve saai. Het eerste wat namelijk in me opkomt als iemand aan mij vraagt hoe was het om te rijden met een Taycan Turbo S, dan zeg ik misselijk maken. Die auto heeft namelijk zoveel koppel, overal bereikbaar. En wanneer je dus inderdaad launch control doet, om en nabij 3 seconden naar de 100, ongeacht de weersomstandigheden, ja, dan is het wel wat je echt denkt, even rustig, even bijkomen, want het is niet normaal wat je meemaakt op dat moment. De gladde kant, maar het is hem al. Jongens, dit is echt niet normaal. Als je dit een paar keer achter elkaar doet, dan denk je echt van wat gebeurt er? En is het ook echt een achtbaangevoel wat je dan krijgt in zo'n auto? We hebben bij de overboost, en dat is wel interessant,
overboost is natuurlijk iets, ja, dat kennen we in bepaalde auto's. En de e-tron RS GT heeft dat ook. Sterker nog, we krijgen 60 pk extra ten opzichte van de normale rijmodi in Dynamic. En die is alleen beschikbaar tijdens launch control. Met launch control hebben we dus gewoon 646 pk, 830 Nm aan koppel. En normaal gesproken doen we het maar met liefst 598. Ik kan er natuurlijk heel lang over doorratelen, maar er is uiteraard één ding wat je toch als petrolhead mist. Ondanks de acceleratie, het lage zwaartepunt, wat je echt dat sportgevoel geeft. Het is de allereerste Audi RS die volledig elektrisch op de markt verschijnt. Is er natuurlijk nog steeds een V8 of iets wat je mist. Daarentegen is het wel leuk, deze Audi gaat dwars zoals geen enkele andere. Verder is er uiteraard nog één groot voordeel van een elektrische auto, los van uiteraard je BPM die je bespaart, etcetera, etcetera. Iets wat natuurlijk erg mooi is, ondanks dat het allemaal zware auto's zijn, het zwaartepunt van een elektrische auto is natuurlijk onwijs laag. Al die batterijdingen die liggen hier al onder op de bodemplaat. En het zorgt er natuurlijk eigenlijk voor dat terwijl bij een motor je het zwaartegewicht heel erg naar voren hebt, je bij zo'n elektrische auto het zwaartepunt mooi hebt verdeeld over de hele auto. Ofwel de rijbalans, de balans van zo'n auto, is toch stiekem wel beter. Ik zeg niet leuk, hè? Maar het is wel beter dan bijvoorbeeld een R8. R8 waar je natuurlijk die 10 cilinder hebt, wat een verbluffende combinatie is. De looks, het geluid door de tunnel, opschakelen, je kent het wel. Maar heel eerlijk, de balans van een e-tron RS GT is beter dan de balans van een Audi R8. En dit hoort er uiteraard ook helaas bij. Maar het bizarre is dus, je hebt uiteraard de snellaadfunctie op deze auto. En het snelladen kan dan gaan tot 800 km per uur. Nou, als je dus inderdaad je navigatiesysteem instelt. Dus laat ik zeggen, ik wil met dat ding naar Monaco. Dan breekt hij natuurlijk al waar je ongeveer moet gaan laden. Dan voorverwarmt hij de accu, dat de accu op de juiste temperatuur is. Dan kan hij meteen, huppakee, al die stroom erin knallen. En dan ben jij binnen nood en weer ready om te gaan. Super slim, ik wist het niet. Dus groot voordeel denk ik inderdaad ook om het toch wat laagdrempelig te maken om weer elektrisch te gaan rijden. Laat mij in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hasselen!